Het nieuwe areaal van Schiphol is nu precies 2 jaar in gebruik. En met enige trots mag worden vastgesteld dat de luchthaven een van de modernste van de wereld is, met een zeer druk internationaal verkeer. Vorig jaar verwerkte Schiphol ruim 3,5 miljoen passagiers en maakten alle maatschappijen samen meer dan 83.000 starts en landingen. Het internationale karakter van Schiphol werd nog eens geaccentueerd door de komst van de eerste machine van Air India, een maatschappij die nu ook geregeld op Schiphol gaat vliegen. Stewardessen in saris verzorgen de passagiers in de met Indische motieven beklede cabine alsof het Maharaja's zijn. De dienst wordt gevlogen met 4-motorige straalvliegtuigen van het type Boeing 707. Met de komst van Air India naar Amsterdam, vanwaar de machines 2 maal per week naar New Delhi en Bombay vertrekken, is het totaal van de luchtvaartmaatschappijen die Schiphol geregeld aandoen gekomen op 37. De Gateway to Europe, de poort naar Europa, zoals Schiphol wel genoemd wordt, wordt meer en meer een gateway to the world.